Het maken van antidiscriminatiemethodes voor jongeren op middelbare scholen is een uitdaging. KIS heeft onderzoek gedaan om jou te helpen effectieve methodes te ontwikkelen. Sluit in de benadering van je methode aan bij je doelgroep. Praten over discriminatie kan voor jongeren met een migratieachtergrond erg heftig zijn, omdat zij dit vaak zelf hebben meegemaakt. Zet voor hen dus ook in op empowerment. Als ze hun ervaringen delen, bespreek dan ook hoe ze daar het best mee kunnen omgaan. Geef hen hoop, laat zien dat de samenleving kan veranderen en dat al heeft gedaan. Zoek ook de voornamelijk witte scholen op en laat deze jongeren zien dat het thema juist voor hen relevant is. Voorkom vooroordelen door ze te laten inleven in mensen die anders zijn dan zij. Zorg daarbij voor verhalen die goed te volgen zijn en raken. Het onderwijs heeft de neiging discriminatie op te splitsen. Verbind daarom verschillende vormen van discriminatie in de methode. Begin met de vorm van discriminatie die de jongeren het ergst vinden en laat zien hoe dit overeenkomt met andere vormen. Gebruik hierbij dezelfde termen. Bijvoorbeeld, islamofobie is discriminatie van moslims. Homofobie is discriminatie van homo's. Stimuleer de jongeren zich uit te spreken tegen alle vormen van discriminatie. Maak hierbij duidelijk dat discriminatie verboden is en stel dit verbod niet ter discussie. Voorkom discussies over of minderheden gelijke rechten mogen hebben. Dus geen prikkelende stellingen. Moet de islam verboden worden of het homohuwelijk moet worden afgeschaft? Dit stuurt het gesprek de verkeerde richting op. Een betere manier om jongeren actief te betrekken is ze te laten nadenken over oplossingen voor discriminatie in hun eigen klas of school. Zo zorgen we samen voor een stabiele samenleving met ruimte voor verschil. Deze en meer gouden tips tegen discriminatie kan je vinden op onze website www.kis.nl.